met een politiebusje aanrijden. Ja, die rijdt dus nu achter me. Dames en heren, jongens en meiden, een hele goede morgen. Welkom terug op mijn kanaal. Vandaag gaan we weer wat gaafs doen. Wij gaan namelijk op pad met een nieuwe Audi RS6, tenminste de nieuwe. Hij is er uiteraard al een tijdje en we zijn er al een keer mee op pad geweest. Recent kwam er alleen een update uit. En een update klinkt over het algemeen heel erg saai, maar in dit geval een heel groot verschil. Ik ga jullie vertellen waarom dit de ideale daily is en we gaan gewoon een lekker stukje vlammen. Neem jullie mee, het wordt super vet. Let's go! Op pad gaan met de Audi RS6 2022. Heel even een kort en snel rondje rondom de auto. Nardo grijs, zoals jullie kunnen zien. We hebben niet het carbon pakket. We hebben zwarte 22. 22 is? Zegt het goed? Goeie vraag. Wordt later bevestigd. Geen keramisch remmen, stalen remmen. Geen carbonen zijkant, geen carbonen spiegels. Schuifkanteldak. En zoals je kan zien, achterwiel sturen. Super bizar. Je ziet het, de voorwielen zijn nog niet helemaal gekanteld. Maar je ziet toch echt al een hele sterke hoek in de achterwielen. Echt een gigaverschil. Gaan we het ook later over hebben. Geen carbon. Snor, zwarte snor. Sportuitlaat. Herkenbaar aan de zwarte uitlaattips, zwarte badges. En jongens, het interieur. Kijk eens even. Aluminium race. De lederen stoelen, rode stiksels, honingraad. Uiteraard, we kennen het. 3D touchscreen. En nu is het tijd om pad te gaan. Ja, ik liet het net eens al eventjes kort doorschemeren. De update van de Audi RS6 die alles anders maakt. V8 onder de motorkap, inderdaad, 4 liter groot. Dikke turbo's erop. Maar klonk als een stofzuiger. Toen was ik recent weer op pad met een Audi RS6 voor een hele gave giveaway. En toen zei ik, toen ik terugkwam, wat is er met deze auto gebeurd? Dit is niet standaard. En toen kreeg ik terug van de Audi Genius, dit is standaard. En simpelweg een update. Dus ik dacht, weet je, het is hoog tijd om weer eens op pad te gaan met een Audi RS6. Want dit moeten jullie gewoon horen. Dit moeten jullie gewoon ervaren. Want het is echt de wereld van verschil. Simpelweg een update in de software. Die gewoon via wifi wordt uitgevoerd. De nieuwe Audi RS6, we mogen ermee op pad dankzij de engine room. En hoor eens wat die uitlaat doet. De vorige keer was het echt simpelweg een stofzuiger. Maar nu... zijn natuurlijk de specs van de auto al lang en breed bekend. Dik 600 pk, 0-100 onder de 4 seconden. Gaan we niet te veel over hebben, maar dus het achterwiel sturen van deze auto. Niet zozeer een onderdeel van de update, maar het achterwiel sturen in een RS6 is een optie. En een optie die je zeker moet aanvinken. Want dit zorgt ervoor dat de Audi RS6 op de Nederlandse wegen voelt als een hot hatch. Het is een wereld van verschil. En wat het eigenlijk doet, jullie hebben net kort gezien natuurlijk op de parkeerplaats. Het achterwiel sturen zorgt ervoor met dat ik naar rechts stuur. Boven 80 km per uur sturen de achterassen mee. Dus rechts, achter, ook iets naar rechts inderdaad, in een kleine hoek. En dat zorgt ervoor dat het de as van de auto verlengt. Maar, heel gaaf. Geniet je in een Golf R. Lekker man. Wat ik dus wilde vertellen, op het moment dat ik dus onder de 80 km per uur stuurde de achterassen tegen. En dat zorgde er dus voor dat de draaicirkel van een Audi RS6, ook inderdaad voor het inparkeren, een stuk kleiner is. Ofwel, de auto voelt gewoon een stuk wendbaarder. De Audi RS6 voelt door het achterwiel sturen als een hot hatch. Maar dan... met gewoon 600 pk. Dit hoort gewoon niet te kunnen. En toch
weet Audi het weer te presteren. De Audi RS6 is gewoon een stuk verfijndere auto geworden. De vorige was echt groot, echt log, echt zwaar. En deze is gewoon leuk. Hij is wendbaar. Het is gewoon zoals je hem zou willen. Terugschakeld inderdaad, die roffel die erbij komt. Ik zie hier voor me een mooi reststuk. Audi is natuurlijk kenmerkend dat zij echt 0 naar 100 halen in de tijden dat ze zeggen. En zelfs sneller, dus. Ja. Het is zo bizar hoe je in zo'n formaat wagen in je stoel wordt gedrukt. De stoelen overigens zijn ook anders natuurlijk ten opzichte van de Audi RS6 C7. Dit is de C8. Binnenkort wellicht een plus variant. Daar laten meer over. Maar de stoelen daarin inderdaad zijn eindelijk gewoon zoals de stoelen zoals je ze weer wil hebben. Audi inderdaad stapte op een gegeven moment van Recaro stoelen af. En die gingen toen over naar eigen fabriek. Eigen ontwerp van stoelen. Die waren erg mooi. Zijn erg mooi. Maar gewoon niet ideaal als je sportief wil rijden. Deze stoelen hebben een stuk dikkere leuning en je zit er gewoon lekker vast in. Ze zijn comfortabel, de wanden zijn comfortabel, ze zijn zeker geen harde stoelen, maar wel gewoon de steun waar je dat wil. Dit is helemaal standaard. Maar gewoon echt zo'n wereld van verschil. Wat een wagen. En terwijl ik dat dus net zeg, schoot mezelf iets te binnen. Dat ik dacht van ja, zo is hij gewoon hoe je hem moet omschrijven. Je hebt natuurlijk altijd een paar studenten die kunnen uitblinken in bijvoorbeeld wiskunde. Je hebt een paar studenten die kunnen uitblinken in taal. En je hebt uiteraard een paar studenten die kunnen uitblinken als het gaat om geschiedenis. Als het gaat om adreskunde, de vakken die je daarbij hebt. Maar er zijn er maar weinig die alle dingen gewoon goed kunnen. Die gewoon overal een dikke 8 voor kunnen scoren. En de Audi RS6 is precies die auto. Audi RS6 is niet zozeer de auto die een acceleratie heeft van een 10. Gaat bloedsnel. Is ook erg lekker. Maar het is geen 10. Er zijn veel snellere auto's. Audi RS6, qua rijeigenschappen, is het geen 10. Er zijn zat auto's die het beter kunnen. Maar er zijn weinig auto's die zo'n compleet plaatje kunnen bieden. Zo'n compleet plaatje kunnen schetsen als de Audi RS6. En dat is oprecht onwijs knap. Er zijn gewoon weinig auto's die beter, sterker nog, ik denk gewoon dat dit de allerbeste dagelijkse auto is. Nog steeds jongens, zeker met de update. Dit is gewoon wat je wil hebben. Dagelijkse dikke auto voor het gezin met de hond. Audi RS6. Het is nog steeds de benchmark. Ik hoop dat jullie het een hele leuke video vonden. Heb je interesse? Check even het linkje in de beschrijving. Ik wil jullie onwijs bedanken voor het kijken van deze video. Vergeet niet te liken. Vergeet niet te abonneren. En ik zie jullie weer heel erg snel. Wasselen.